Voor mijn dessert heb ik gewerkt met Rosabaya uit Colombia. De Rosabaya is een Grand Cru koffie met Arabica bonen uit Colombia. Het is een heel lekkere koffie. Er zit een zekere aciditeit in, er zit een zekere rode vruchten smaken. En dat gaat heel goed samen met het dessert dat we gemaakt hebben. Want het dessert is op basis van chocolade en calamansi. En de zuurheid en de aciditeit van die calamansi komt zeer mooi samen met die Rosabaya. Koffies van espresso zijn ook altijd zo uitgesproken en hebben toch altijd wel een heel specifieke smaak. En ik zeg nu maar iets, de Rosabaya van Colombia die ik gebruikt heb, die heeft die zeer, zeer mooie zure smaken, die dat rood fruit die daarin voorkomt. En dat is dan ook altijd wel tof als je daar iets rond kunt maken, als je daar rond kunt werken rond die koffie.